Amerikaanse wetenschappers spreken over een belangrijke doorbraak om doofheid te genezen. Voor het eerst zijn ze erin geslaagd om oorhaartjes te kweken in een laboratorium. Die kunnen dan later ingeplant worden in het menselijk oor. Men is al bij dierexperimenten erin geslaagd nu om haarcelletjes, dat zijn eigenlijk de zintuigcelletjes, in ons oor te laten vermenigvuldigen. Men is er nu ook in geslaagd met stamcellen, dat zijn eigenlijk de oorspronkelijke cellen, die kunnen differentiëren in alle richtingen om daar helftcelletjes uit te kweken. En dat is eigenlijk die doorbraak waarover ze spreken. 1 kind op de 1000 wordt doof geboren en naar schatting 10% van de bevolking leidt aan gehoorproblemen door bijvoorbeeld te luide muziek. Tot op heden is die schade onherstelbaar. Het kan gaan om mensen die doof geboren zijn. Die hebben dan dikwijls geen haartjes of haartjes van een slechte kwaliteit die functioneren. Of mensen die doof geworden zijn, bijvoorbeeld door lawaai of een andere oorzaak waar de haartjes niet meer functioneren. Voor die beide groepen hoopt men uiteindelijk dat dat een oplossing op lange termijn kan geven. Onderzoekers willen de gekweekte cellen nu gaan inplanten bij doven en slechthorenden. Het probleem is dat men die celletjes ook nog in het oor op de juiste plaats moet kunnen krijgen. Die celletjes moeten een aansluiting hebben aan de gehoorzenuw. En dat is ook het tweede probleem. Men is ook de connectie tussen zenuw en haartjes aan het nakijken. Men is ook stoffen aan het zoeken die eigenlijk die haartjes kunnen stimuleren om connectie te zoeken, om een functie te kunnen opnemen. In de Amerikaanse pers luidt het al dat doofheid binnen 10 jaar te genezen is, maar zover zijn we nog niet. 10 jaar is niet realistisch. Als men de onderzoekers zelf vraagt, dan zeggen ze iets tussen de 20 en de 30 jaar tot men het eigenlijk bij mensen kan toepassen.